Wij maken elektriciteit met levende planten. Veel innovaties zijn gericht op het besparen van energie. En wij hebben een methode ontwikkeld om ook deze energiebesparende methodes te voorzien van groene, duurzame elektriciteit. Terwijl de plant groeit, maakt hij organisch materiaal aan. Een deel daarvan gebruikt hij voor zijn eigen plantengroei en een deel daarvan scheidt hij af via de wortels in de bodem. Daar leven bacteriën, die eten dit organische materiaal op en die produceren daarbij een elektron. Onze technologie maakt het mogelijk om deze elektronen op te vangen en te gebruiken als elektriciteit. Hier achter mij zie je het eerste groene elektriciteitsdak ter wereld. Dit is duidelijk nog een testveldje. Om dit product verder te ontwikkelen en begin volgend jaar in de markt te zetten, kunnen we die Jan Terlouw-prijs heel goed gebruiken. Met 15 vierkante meter van zo'n groen dak zou je bijvoorbeeld al je smartphone van elektriciteit kunnen voorzien. Op het moment dat je dat groter maakt en 100 vierkante meter groen dak hebt, kun je al tot 80% van je eigen huishouden voorzien van elektriciteit. Ik denk dat Plenty de Jan Terlouw Innovatieprijs moet winnen, omdat wij hier te maken hebben met een doorbraak op het gebied van elektriciteitsproductie.